Yo beste mensen, welkom weer bij deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En dit mensen is helaas de laatste vakantievlog genaamd vakantievlog hashtag 5. En ja, in deze vakantievlog, we zijn al aan het opruimen en zo. Maar in ieder geval in deze vakantievlog gaan we naar het strand. En mensen, ja, we gaan natuurlijk weer richting huis, richting de kippen, richting de duckduckboot. Want die heb ik al een beetje gemist. Maar in ieder geval mensen, ja, ik denk dat ik het hier wel echt ga missen. Want ja, het is wel een heel leuk vakantiepark. En nu zien jullie mij niet. Maar dat kan geregeld worden hoor. Bam. Maar in ieder geval mensen, ik heb het hier heel erg naar mijn zin gehad. En ben gisteren nog bij een show geweest, gisteravond. Was ook heel leuk. En de laatste nacht is voorbij. En vanavond vertrekken we. Het is nou middag. Dus ja. Vanavond vertrekken we. Dus we hebben nog een paar uurtjes hier. En dan gaan we hier weg. Heel jammer. Maar dan heb ik ook weer leuke herinneringen. Maar in ieder geval mensen. We gaan in deze vakantievlog naar het strand. En we gaan richting huis. Oké, mensen. We gaan naar het strand. En ik zie jullie bij het strand. Zo mensen, we zijn nou richting het strand aan het lopen. Dit is al de tweede keer dat ik de boot op mijn rug draag. Loopt niet echt lekker. Maar ja, het moet wel even. Dat zei ik in de vorige video denk ik ook. Maar in ieder geval, we lopen nou richting het strand. Kijk eens aan. Daar zo achter is het strand. En kijk eens wat we hier hebben mensen. Waterglijbanen. Kom op beeld. Doe eens even scherp. Goed zo beeld. Maar kijk eens aan mensen. Waterglijbanen. Ja helaas die blauwe die is helaas een stuk. Maar er zijn er wel drie van die golfglijbanen. Die zitten daar. Het is namelijk een rode, gele en een groene. Dus we gaan er nou naartoe. Zo mensen. We zijn namelijk op het strand. Het is echt bloedje heet. Dus ik ga maar even van de glijbaan af. Let's go. Alleen de groene, maar die video die doet het helaas niet, dus ik heb alleen de gele en de rode gefilmd, maar ja. En nu gaan we met dit oranje bootje het meer op. I can't think. Zo mensen, we zijn weer terug in het huisje, maar helaas niet voor heel lang. En ik moet toegeven, het is echt een superleuke vakantie was het. Heel veel dingen meegemaakt, lekker naar Valkenburg. Het hoogste punt van deze vakantie was het uitzicht in Valkenburg. En mensen, we gaan nou richting huis. Heel jammer. Maar ja,
Aan alles komt natuurlijk een eind. Maar ja, we gaan richting huis. Nou, kijk eens aan mensen. Mijn bed is al helemaal afgemaakt. Die van mijn broertje ook. En dit raam moet trouwens even dicht, want we gaan natuurlijk weg. En we willen niet dat er inbrekers in het huis komen. Ja, dan doe ik het gordijntje ook gewoon dicht. Hopsakee. Nou, doei. Kastjes. Jullie waren echt mijn goede opslagers voor mijn kleren natuurlijk en mijn speelgoed. Dus ja. Ciao, slaapkamer. Doei. Ciao, schilderijtjes. Doei, klok die stilstaat. Doei doei, huisje. Hier was onze goede onderdak voor het vele regen wat hier is gevallen. Maar in ieder geval, doei doei huisje. En ik ga in de auto zitten. Zo. Nou, deur dicht. Nou mensen, thuis. Bij de kippen, hè Kwikkie? Ja, hè? Maar in ieder geval mensen, de vakantievlogs vond ik echt heel leuk om te maken. Vooral ook voor jullie. En de support op de vakantievlogs mensen, waren echt goed hoor. Dus ik wil jullie daar echt voor bedanken en geef alle vakantievlogs een like, dus ook deze. En abonneer alsjeblieft beneden voor nog meer leuke video's. Oh, en trouwens, ga voor de 100 abonnees, dus doe dat alsjeblieft. En dan kan ik de video lekker afsluiten. Dus dit waren de vakantievlogs. Later.